Het behelst hier de aanleg van het derde en het vierde spoor tussen Aalter en Beernem. Daar komt heel wat bij kijken. Het aanpassen van de stationsomgeving, het aanleggen van rioleringen, het aanleggen van persingen onder het spoor en natuurlijk belangrijke grondwerken voor de platformen van de toekomstige spoorbedding van het derde en het vierde spoor. Door alle verschillende disciplines is het toch een complex project waar alles op elkaar moet afgestemd worden. En daarom is het toch belangrijk om geïntegreerd en goed samen te werken met de verschillende disciplines. In dit project werkt Basics voornamelijk aan het gedeelte burgerlijke bouwkunde. Dat houdt dan in de renovatie van het station, de onderdoorgangen en de grote grondwerken. Basics Infra die houdt zich bezig met de wegen- en rioleringswerken. En onze collega's van Van den Berg die focussen zich dan op leidingwerk en op een aantal aspecten ook van verlichting. De bindende factor tussen de verschillende disciplines is Basics Engineering Department die van alles eigenlijk in een 3D-model hebben ingebracht waardoor je veel meer interface discussies vermijd. Het is een geïntegreerd project en daardoor heeft Basics met zijn groep een concurrentiële offerte kunnen maken voor dit project. Er wordt er goed samengewerkt in het kader van het design. In vorige projecten waren wij als Basics Infra vooral onderaannemer van Basics Vlaanderen. In het project Aalter Beernem zijn wij nu gelijkwaardige partners die samen werken aan één project met elk hun eigen specialiteiten. Op die manier kunnen wij ook het volledige project tot een goed einde brengen. We hebben regelmatig designvergaderingen waar dus alle disciplines samenkomen en waar de conflicten tussen de verschillende disciplines worden opgelost en op voorhand aangepakt om later dus een vlotte uitvoering te realiseren. In vergelijking met andere projecten is het bij Aalter Beernem heel positief dat we snel beslissingen kunnen nemen, samen met de klant. Wat dat hier heel veel voor helpt is het rechtstreeks contact met de klant, onder andere door ons wekelijks ontwerpoverleg. Daar kunnen we onze uitgangspunten op tafel leggen, snel schakelen waar nodig en komt iedereen te goede. Vooral het project. De grootste uitdaging aan het project Maria Aalter is planmatig. Dus dat wij moeilijke werken uitvoeren zonder dat de treinreiziger er hinder van ondervindt. Een van de grootste uitdagingen binnen dit project is toch wel om samen te werken in een groter team. Binnen de klassieke werven van Basics Infra zijn wij gewoon van te werken in kleine teams van 2-3 personen, terwijl we hier door de samenwerking met Basics en met het engineering department in een team komen van een tiental personen. Dit zorgt ervoor dat er veel meer communicatie nodig is, dat dat vaak ook niet zo evident blijkt te zijn om iedereen van alle stappen op de hoogte te houden en zo tot een goed resultaat te komen. Vanuit het Basics Engineering Departement gebruiken we ook drone-technologie. Hierbij gaan we over de bestaande toestand vliegen met een drone, wordt een laserscanner op gemonteerd en dan kunnen we op basis van die punten ook die heel makkelijk implementeren in ons model. Wat er ook handig is, is dan op basis van het 3D-model worden er ook 2D-plannen gemaakt en dat wordt nu ook automatisch gebeurd. Dus vroeger waren dat allemaal plannen die apart gemaakt werden. Nu wordt één 3D-model opgesteld en worden die 2D-plannen eigenlijk automatisch uit dat 3D-model opgemaakt. Dit project is bij uitstek een mooi voorbeeld van het one-stop-shop concept, omdat wij toch richting de klant verschillende disciplines van de Basics Groep bundelen. Wij zijn heel tevreden over de samenwerking. Basics heeft op eigen initiatief beslist om het in 3D te ontwerpen en dat geeft wel een meerwaarde. Dus de mensen van Basics Infra en van Basics Civiel die werken geïntegreerd samen en ondertussen gaat ook Van den Berg die de technieken en de verlichting en de kabelwerken mee in het team werken en dat is voor ons wel een meerwaarde dat er integraal wordt ontworpen om op voorhand alle conflicten in kaart te brengen zodanig dat het nadien vlot zal verlopen op de werf. Dat hopen we althans. Voor ons als bedrijf heeft het one-stop-shop concept ook voordelen omdat wij toch elkaar kunnen versterken en wij waren met name bij Basics Infra niet echt gewoon van met Tukrail te werken, maar onze collega's van Basics, maar evengoed de collega's van Socogetra in Wallonië, hebben ons eigenlijk ook een stuk geïntroduceerd in hun manier van denken en hun manier van werken. Het
eigenlijk het eerste project voor Basics Infra, waar we heel nauw gaan samenwerken zijn met andere departementen van Basics, vooral ook met het engineering departement, waarbij het heel boeiend was om te zien welke procedures dat zij hebben, welke kennis die zij effectief in hun huis hebben. En dit helpt ons heel hard om het infraontwerp ook kwalitatief beter te maken. De one-stop-shop oplossing, zeker op gebied van studie, dat werd supergoed. En de beslissingen worden echt samen met de klant en veel sneller genomen. Natuurlijk in de praktijk, daar het om zeer grote bedragen gaat en onderaannemers betrokken zijn, daar hapert het soms nog wel en is misschien voor in de toekomst voor verbetering vatbaar. Nog een aantal werkpunten die ik heb voor een toekomstig project zou zijn dat wij bij de opstelling van de taakverdeling of de scopeverdeling duidelijk de raakvlakken gaan definiëren, zodat bij de uitvoering van het project iedereen weet of elke partij weet wat van hem verwacht wordt en zodat er ook nadien geen discussies tot stand komen. Voor ons is een one-stop-shop aanbod eigenlijk ook een voordeel, omdat we ons daar toch ook een unieker proposal kunnen neerleggen en eigenlijk daardoor ook onze concurrentiepositie kunnen vergroten.